Wij gaan de bespreking van opdracht 4.14 en 4.15. Dat zijn opdrachten die over het algemeen als lastig worden ervaren. En die ga ik bespreken. Pauzeer de video vooral als je iets nog niet volgt. Probeer actief mee te denken en de stappen die ik zet. Schrijf mee, teken mee, markeer de tekst uit je opgave. Sta op je kop. Maakt me niet uit wat je doet, maar probeer echt deze opdrachten goed te begrijpen. Ze zijn best wel ingewikkeld, maar deze opdrachten geven wel een hele mooie indicatie van eventuele VWO-vragen die op de toets terug zouden kunnen komen. Er komt een heleboel in samen. Opdracht 4.14. Er staat een heleboel interessante tekst over dat we 15 miljard kilometers afleggen op de fiets. Dat jongeren het meeste fietsen, hoeveel fietsen er zijn, allemaal hartstikke interessant, maar die informatie heb je helemaal niet nodig. Want kijk naar de vragen. Op het moment dat je een opgave krijgt met een heleboel tekst, is het goed om eventjes die vraag te scannen. Van wat wordt mij gevraagd? Om vervolgens de tekst, de informatie te lezen. En eigenlijk kom je tot de conclusie dat pas in de laatste alinea, daar staat de informatie in. Die heb ik ook gemarkeerd. Doe dat. Want je zal merken dat bij economie er bij sommige vragen veel gegeven wordt waarvan je maar heel weinig van nodig hebt. En dan is het goed om voor jezelf te onderstrepen, te arceren om een beetje een en ander helder te kunnen krijgen. Nou, A, bereken de afzet van fietsen. Ik weet, de verkoop die daalt in 2010 ten opzichte van 2009 met 8,7% naar 1.186.000 fietsen. Dus in 2010 is dat het aantal fietsen wat verkocht is. Oftewel, dat is de afzet. 2009 weet ik niet. Ik weet niet hoeveel fietsen. Maar dat moet ik gaan berekenen. Ik weet wel dat het er in 2010 8,7% minder zijn. Maar de basis waar we van uitgaan is altijd 100%. Dat is het geheel. De hele taart. We hebben een hele grote taart, die bestaat uit een heleboel fietsen. En ik weet dat die hele taart 100% is. Ik weet ook dat er in 2010 er minder zijn. Dus mijn taart is kleiner geworden. Er is 8,7% afgesnoept. En de rest, die 100% min die 8,7%, nou dat is dus 91,3%. Die bestaat in het totaal uit 1.186.000 fietsen. Ik ga dit eens in een mooie tabel zetten. Ik weet, 91,3% is 1.186.000 fietsen. Maar nu wil ik niet weten van wat is dat stukje taart met die snoep eruit. Ik wil weten wat is mijn hele taart. Wat is het geheel? En dat is 100%. Dus ik moet wat gaan doen. Nou, ik kan bijvoorbeeld eerst gaan uitrekenen wat is 1%. En 1% dan moet ik beide kanten delen door 91,3. Dat is 12,99. Dus bijna 13 fietsen is 1%. 100%, ik wil niet 1% weten, ik wil 100% weten. Ik moet het dus beide kanten vermenigvuldigen met 100. En dan kom ik er. En uiteindelijk 1.299.014 fietsen. Dat is de afzet in 2009. Dus dat is totaal. Nou, bereken de gemiddelde prijs van een fiets. Ik weet, omzet is afzet maal prijs. Ik weet de omzet in 2010, namelijk 898 miljoen. Ik weet de afzet, 1.186.000, oftewel 898 miljoen gedeeld door 1.186.000. Dus één fiets kost mij gemiddeld 757,17 cent. De vraag, is de gemiddelde prijs gestegen, gedaald of gelijk gebleven? Ik weet, de afzet is met 8,7% gedaald. Mijn omzet is met 3% gedaald. Wanneer de omzet met dezelfde hoeveelheid is gedaald als de afzet, dan was het gelijk. Dat is het niet. Conclusie. De prijs is gestegen. Als de afzet met 3% had gedaald en de omzet met 3%, dan was er met gemiddelde prijs niks gebeurd. Nu wel. Dit kan een lastig beredeneer onderwerp zijn. Soms is het fijn om gewoon eens eventjes gewoon te gaan berekenen. Nou, omzet gedeeld door afzet is gemiddelde prijs. De omzet van 2009, die kan je berekenen.
De omzet, de afzet van 2009, die hebben we net bij A berekend. Omzet gedeeld door afzet is 712,62. Nou, die was dus in 2009 lager dan in 2010. Conclusie, van 2009 naar 2010 is die prijs gestegen. Dus mijn fietsen zijn ook duurder geworden. 4.15. Hierin staat nog meer informatie en ook meer informatie die je nodig hebt. Je ziet het prachtig door mij gearseerd. Bij tip, bij zo'n vraag, ga informatie scheiden. Er staat heel veel in. Dat gaat je in de war brengen. En soms is het goed om dat gewoon even te scheiden. Dan kan je met heel veel kleurtjes doen. Je kan het ook met andere manieren doen. Met kringeltjes, golfjes, streepjes, stippeltjes, puntjes. Verzin een manier die voor jou fijn is. Twee fietsfabrikanten, Acel en Gazelle. Twee Nederlandse fietsfabrikanten. Nou, A, bereken het marktaandeel van de Acel groep op basis van de omzet in 2010. Tip, pak even je boek erbij, want ik ga door met de sheets en dan ga je de informatie missen. Nou, in Acel, dat heb ik ook allemaal mooie kleuren gedaan. Fietsfabrikant produceert 845.000 fietsen. En heeft een omzet van 612,4 miljoen. Nou, de totaalformaat staat ook. Ik ga. Je hebt hier de omzet hiervan. Ik heb het totaal. Nou, marktaandeel is altijd deel gedeeld door geheel keer 100%. Is 68,2% marktaandeel. Nou, bij vraag B moeten we ook iets moois berekenen. Ik wil gaan weten van oké, hoeveel zijn er meer fietsen verkocht? Ik weet, in 2009 zijn er 210.000 fietsen, in 2009 zijn er 192.000 fietsen. Ik weet de verandering gedeeld door de basis. Nou, waar ga ik vanuit? Ik ga in dit geval uit van 2010. De verandering is 210.000 min 192.000 is uiteindelijk 8,6% minder fietsen. Nou, vervolgens vraag C. Bij vraag C moet ik gaan berekenen het marktaandeel van Gazelle fietsen in Nederland op basis van de afzet in 2010. Ik weet, de afzet van Gazelle in 2010 is 192.000. Ik weet ook dat de afzet in totaal 1.186.000 is. Nou, vervolgens ga ik het marktaandeel berekenen. Deel gedeeld door geheel keer 100% is 16,2%. Bij D. De vraag, is de gemiddelde prijs van Gazelle fietsen in 2010 hoger of lager dan de gemiddelde prijs van fietsen van de Acel groep? Motiveer het antwoord met een berekening. Nou, dan ga ik gewoon die twee gemiddelde prijzen berekenen. Ik weet, de gemiddelde prijs is de omzet gedeeld door de afzet. Nou, bij Acel 724,73 en bij Gazelle doe ik hetzelfde, 752. Dus Gazelle is goedkoper. Dat is de conclusie die ik trek. En zo kom ik uiteindelijk tot mijn antwoord. De wiskundige berekeningen zijn vaak bij het vak economie niet bijzonder moeilijk. Het is heel erg lastig van hoe orden ik mijn gegevens en welke informatie heb ik nodig. Dat maakt economie een lastig vak. En de enige manier om dat onder de knie te krijgen is door te oefenen. Bijvoorbeeld door over een week gewoon deze som nog een keer te maken. En op een gegeven moment ga je het zien. Je moet dat begrip omzet, afzet, gemiddelde prijs moet je helder hebben. Je moet het begrip marktaandeel helder hebben. En vervolgens ga je gewoon nog eens een keer opgave nog een keer maken. Zoals zo'n opgave is heel goed om nog een keer te maken. De opgave die ik voor de kerst heb gegeven, dat zijn ook best pittige opgaves die zinnig zijn om gewoon nog een keer te maken op het moment dat het je nog niet lukt. Want het is geen schande. Het is ook best lastig. En toch, blijf oefenen. Dan kom je er zeer zeker.